Goeiedag dames en heren, niet zin voor weer met deze rubriek Man bij het Kameel. Op zoek naar de bijzondere Limburger, maar dit keer even geen een bijzondere Limburger, maar een bijzondere man. En een echt een bijzondere man, dat is namelijk een boomchirurg. En dat kun je de buim, wat je net in beeld hebt gezien, de buim die hier ontzettend zijn aangevreten door de bevers. Het is een echte plaag hier, alle buim die gewoon niet tegen de vlakken. Gewoon oude eikenbuim. En we hebben die een boomchirurg die daar nog kunnen kijken. Ik ben hier een boomchirurg. Ik ben Zanaars. Ik ben Zanaars Willems uit Köllen. Ik doe een gerig gatjes vullen en ik heb me niks verrekken, ik kan het niet trekken. Ah, ja. En ik heb dat draad gespannen, dan lopen die beveren die lopen erachter. Ja. Dan snap ik ze vast en dan trekken ze dat zenuw uit. Ja, ja. Dan kunnen ze niet meer knagen. Nee. Dan kunnen die bevers niet meer knagen. Dan hoeven ze alleen maar de tandjes te trekken. Ook van die kleine tandjes allemaal uit eruit trekken. En dan kunnen ze niet meer knabbelen. Ja, ja. En dat is een bijzondere manier, om de buim te beschermen. Ja. Je moet gewoon de bevers de tand trekken. De eerste twee moesten trekken en dan kunnen ze niet meer knabbelen. En de naam van de gewoon? Herr Müller aus Köllen. Ja. Ik doe geen gatjes vallen. Ja. En dat kan me niks verrekken, hij gaat ook in hem trekken. Oh. Dus, ja, die zanen, die zenen. Oké, en de Herr Müller, dat gaat dat allemaal opknappen. Herr Müller aus Köllen. En dan doe ik doe geen gatjes vallen. En dat kan me niks verrekken, hij gaat ook in hem trekken. Goed, dames en heren, dit wordt het weer. Man bij het Kameel met de Herr Müller aus Köllen. Tot de volgende keer, dankjewel. Hoe is de ganse riebuim? Die stuk voor stuk allemaal aangevrijd is in. En voor hebben die een boomchirurg. Boomchirurg? Ik ben geen boomchirurg. Ik ben Zanaars. Wie heet ik ook alweer?